een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb vandaag voor jullie echt een video die mega vaak wordt aangevraagd, namelijk een sieradenstash. Ik heb dit 1 keer eerder gedaan, dat is volgens mij 1 jaar geleden ongeveer. En in de tussentijd heb ik heel veel andere nieuwe sieraden die ik draag. Toen in die video droeg ik heel veel zilver, nu draag ik alleen nog maar goud. Dus het leek me wel heel erg leuk om een nieuwe video te maken waarin ik eigenlijk al mijn favoriete sieraden van de afgelopen tijd laat zien. Ik ga in deze video dus alleen mijn favoriete items laten zien. Ik heb het hier al klaar staan en ik heb het natuurlijk ook al in. Want als ik echt alles laat zien, dan ben ik veel te lang bezig en de helft draag ik eigenlijk niet eens. Dus ik heb alleen de dingen erbij gepakt die ik vaak draag en die ik echt heel erg leuk vind. Dus ben je benieuwd, blijf dan zeker verder kijken. Ik zal even beginnen met de sieraden die ik om heb. En om te beginnen is al deze ring. Let even niet op mijn lelijke handen. Ik vind dat ik heel lelijke handen heb. En ze zijn ook heel wit. Maar dat is deze ring van het merk Mi Moneda. En wat ik heel erg leuk vind aan deze ring is dat je er een soort pendant, heet het volgens mij, in kan doen. Kijk, zo. Dit is de ring zelf. En dan heb ik er eentje met de letter K van Kolen. Dat is mijn achternaam. In het goud en die kan je er zo insteken. En het leuke is dat ze dus echt allemaal van die verschillende opzetstukjes verkopen. Van beertjes tot kozantjes tot dus letters. Echt super leuk vind ik dat. Dus ik ben ook echt zeker van plan om voor de zomer wat andere van die leuke dingen te kopen. Maar ik ben een beetje bang dat ik het kwijt ga raken. Dus ja. Deze ring heb ik nog niet zo lang. Ik heb deze voor kerst gekregen, maar ik ben er echt super blij mee. En ik vind hem echt heel erg mooi. Tegenstelling tot mijn vorige sieradenstash draag ik eigenlijk bijna geen armbanden meer. Ik draag 1 armbandje en vaak een elastiekje en that's it. Ik draag ook geen horloge meer. Ik ben wel nog op zoek naar een mooi goud horloge. Dus misschien dat die binnenkort er wel bij komt in mijn collectie. Maar dat is niet echt sieraden natuurlijk. Maar nu draag ik dit armbandje van het merk Lot. En dit is ook een initial ding, net zoals deze. Deze heeft namelijk de letter R. En het is een beetje zo'n Cartier vibe met die touwtjes zo. Maar dan dus met een hondje met de letter R erin van mijn naam. Deze heb ik toevallig ook voor kerst gekregen. En daar ben ik ook heel erg blij mee. Ik doe hem nooit af. Dus ik douche ermee. Ik doe er alles gewoon mee. Ik ben even ingezoomd op mijn oorbellen. In dit oor heb ik 4 gaatjes. In mijn andere oor ook. Maar ik draag wel verschillende oorbellen. Deze zijn denk ik van de Hema of zo. Ik heb ze van mijn zus gehad. Oepsie. En dan in mijn tweede gaatje zit dit ringetje met dit en dan zo'n balletje eraan. Die is van Anna Nina. Deze met Amour is van My Jewelry. En dit is mijn schietknopje gewoon. En dan in mijn andere oor heb ik bijna hetzelfde. Alleen deze is anders. Deze heb ik van een Instagram webshopje. Maar ik weet even niet meer hoe die heet. Maar ik vind die best wel cute ook zo. Dat zijn dus alle sieraden die ik nu in heb. En dan heb ik hier nog een aantal sieraden die ik er vaak bij pak. Ik begin met wat hierin zit. En dit is echt een super handig sieradendoosje van Frankies bij FW. En kijk nou hoe cute dit eruit ziet. Om te beginnen heb ik hier een paar ringetjes. Deze draag ik niet per se. Heel vaak eigenlijk niet. Maar ik vind deze er wel gewoon heel erg leuk in staan. Deze is van Olivia en Kate. Deze is van Lucardi. Die weet ik niet en die is ook van Lucardi. Verder heb ik in deze vakjes wat oorbellen zitten en deze ketting. En deze ketting heb ik dus redelijk nieuw en ik vind hem echt super vet. Het is een schakelketting en hij is best wel grof en dat vind ik dus zelf echt super leuk. Deze is van My Jewelry. Ja, ik vind hem echt heel nice. Dan heb ik hier nog wat andere kettingen. Om te beginnen een hele simpele. Het zit een beetje in de knoop. Nou, het zit dus een beetje in de knoop, maar dit is gewoon een heel mooi. Ik vind het een heel luxe kettingje. En deze is van Lobby Beats, als ik het goed heb. En dan nog een kettingje met een geweertje eraan. Ook heel schattig. Deze is van Babesment. En nog gewoon een ander simpel kettingje die ik ooit op Ali heb gekocht. Oh ja, deze ring zit er trouwens ook in. Is ook echt heel grappig. Namelijk met 2000, dat is mijn geboortejaar. En dan een beetje van die stoere letters. Die heb ik van AliExpress ook. En dan heb ik hier nog een ketting van My Jewelry met de letter R. Maar ja, weet je, deze draag ik nu niet zo heel veel. Omdat ik al verschillende naam-items heb. En dan vind ik het een beetje onnodig om nog meer letters op mijn lichaam te hebben. Dit zijn mijn 2 nieuwste sieraadaanwinsten, als ik het goed heb. Die heb ik van My Jewelry ook gekregen. Echt 2 hele mooie oorbellen. We beginnen deze. Het is een ringetje, maar hij is wel dikker.
Dat vind ik echt super leuk. En hij gaat gewoon zo dicht. Dat klinkt dus heel chill. Want je hebt heel vaak van die oorbellen. Zoals deze van Anna Nina. Zijn super leuk. Maar als je ze eenmaal in hebt, moet je ze eigenlijk niet meer uitdoen. Want dan krijgen ze daarna gewoon niet meer in. Daarom vind ik dit soort sluitingen altijd super fijn. En dan heb ik ook nog deze. Hier zit een soort patroontje in. Ook heel nice. Dan deze. En hier krijg ik echt mega vaak de vraag naar in mijn vlogs. Deze zijn van het merk Lovelings. En ik heb ze echt al best wel lang. En volgens mij hebben ze nu allemaal nieuwe maten. Dus ik weet niet precies welke maat dit is. Omdat al die maten dus veranderd zijn. Maar dit zijn echt van die hele leuke, ja, Bali-achtige bohemian dingetjes. Heel erg leuk ook. En het chillen is, ze zijn heel licht. Want ze zien er best wel zwaar uit. Maar je voelt gewoon niet als je ze in hebt. Dus dat vind ik zelf heel fijn. Want ik haat het om zware oorbellen in te hebben. En daar heb ik in dit vakje nog een paar simpele oorbelletjes. Deze bijvoorbeeld. Schattig, een dinosaurusje met diamantjes erin. Deze is van Yewang. Zo'n inkoopding. Heb ik ook nog deze. En deze heb ik nog nooit ingehad. Ze zijn van de Primark. Maar ja, ik weet niet. Ik vind het toch niet echt iets voor mij. Ik had ze toen gekocht. Ik dacht misschien leuk een keer voor als ik iets chiques heb. Maar ja, I don't know. Ik pak het er toch niet echt heel snel bij, maar ik vind het wel leuk erbij staan in het bakje. Dan heb ik nog deze. Dit is ook weer best wel een wat groter ringetje. Echt met een superleuk hangertje eraan van Lobby Beach. Ook volgens mij, of Boho Beach. Van Boho Beach is dit. En als laatste hierin heb ik twee ringetjes. Met de letter R ook weer met zo'n, ja, diamantachtig idee. En deze zijn van AliExpress. Oké, mijn camera was uitgevallen, dus ik weet niet precies waar ik ben gestopt. Maar in ieder geval, dat was alles wat in dat bakje zat. En dan heb ik op mijn kastje hier nog een schelp staan. Met daarin ook wat leuke dingen. En hiervan draag ik niet alles. Maar ik vind het gewoon leuk om hier een aantal dingen in te hebben. Het regent trouwens inmiddels super hard. Dus ik hoop niet dat je dat heel erg op de achtergrond hoort. Het hagelt nu. Ik merk trouwens echt dat ik heel veel dingen met letters heb. Want ik heb hier bijvoorbeeld nog een ring. En dan met de letter R. Deze is ook van AliExpress. Maar ik draag niet meer echt mijn sieraden van AliExpress. Want ik heb toevallig van de week een artikel gelezen ook. Waarin staat dat heel veel van die sieraden bijvoorbeeld veel te veel nikkel hebben. Of veel te veel metaal dan dat mag. Volgens de wet, zeg maar. Dus dat is wel slecht voor je gezondheid. Dus ik weet niet echt wat ik ervan moet vinden. Dus ja. Maar goed, sommige dingen van AliExpress draag ik wel voor toen nog, zoals deze. Die vind ik wel heel erg leuk. Dit is zo'n earcuff. Hij gaat wel alleen heel moeilijk in en uit, maar hij is gewoon heel simpel goud. Ja, wat kan je ervan zeggen? Hij is gewoon heel simpel. Dan heb ik ook nog twee paar van deze. Die heb ik ook een keer op een Instagram webshopje besteld die ik niet meer helemaal weet. Maar dit zijn hele kleine ringetjes. Met weer van die diamantjes en dan een oogje. Echt mega cute. Maar die moet ik eigenlijk vaker dragen, want ik heb ze bijna nooit in. Ik denk dat het laatste wat echt leuk is om te laten zien, zijn deze. Dit zijn ook weer ringetjes. En deze zijn echt mega schattig. Deze zijn ook van Anna Nina. En hierop staat Amour. Zo, in leuke kronkeltjes. Echt heel erg schattig vind ik deze. En deze heb ik ook al best wel een tijd. Die heb ik toen gelijkertijd met deze gekocht, die ringetjes. Dus die vind ik ook echt super leuk. En die draag ik ook nog steeds best wel vaak. Als ik bijvoorbeeld hier niet een grote hanger of iets in heb, dan doe ik vaak die in. Ik denk eigenlijk dat dat alle boeiend was om te laten zien. Want ja, de rest draag ik gewoon niet. Dus ja, is ook misschien niet heel boeiend om te zien. Dus dit zijn al mijn favoriete sieraden van het moment. Vond je de video leuk? Doe dan een duimpje omhoog. En vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal. En hoop jullie in mijn volgende video weer te zien. Doei doei!